Het beeld van Gandhi laten staan? Ja, zeker. Het monument India-Nederland? Idem dito. Stel dat we een beeld hadden van Adolf Hitler? Niet plaatsen. Maar stel dat hij er was? Het is niet zo. Standbeelden lijken de afgelopen weken aan de lopende band te worden beklad of vernield. Tegenstanders roepen op de beelden van omstreden figuren van straat te halen. Want waarom iemand eren die bijvoorbeeld ook verantwoordelijk is voor de dood van duizenden mensen? Toch roept de Vereniging van Geschiedenisdocenten op de beelden absoluut te laten staan. Want als je tegen Jan-Pieter Koen gezegd zou hebben: je bent een racist, dan zou die gezegd hebben: wat? Een racist, wat is dat? Kun je dat eten? Kijk, we kijken wel uh, met onze eigen tijdse waarden en normen naar het verleden. En we moeten oppassen dat wij niet onze eigen kijk, onze eigen blik, dominant op dat verleden leggen. Maar dat het verleden ook vanuit zijn eigen normen en waarden beoordelen. Neem bijvoorbeeld het onlangs bekladde monument Indië-Nederland. dat ooit werd opgericht ter ere van Van Heuts. Hij werd gezien als militaire held. Maar ondertussen is hij ook verantwoordelijk voor meer dan 100.000 doden in Achee. Andere historici vinden dan ook dat sommige beelden wel zouden moeten veranderen, zoals dat van Van Heuts. Wat laten we daar nou precies mee zien? Uh, dat is niet zomaar de geschiedenis, maar dat is een specifieke kijk op de geschiedenis. En die is gewoon veranderd. Dus dan kan er ook een ander, uh, een ander beeld komen. Daar ben ik het niet mee eens. Want wie moet er dan weg en wie mag er blijven? Volgens van der Schans is die grens niet te trekken. Waarom pak ik me we wel uh, Koen, maar niet Erasmus? Waarom pakken we wel uh, Stalen, wat mij betreft, maar niet Henk Sneevliet? Wat is er mis met Henk Sneevliet? Henk Sneevliet was lid van de Communistische Internationale Partij, goed bevriend met Mao Zedong in China, die in zijn tijd uh, miljoenen mensen over de kling gejaagd heeft. En zo zijn er nog ticht twijfelachtige namen te noemen. De vereniging bepleit daarom om de beelden en straten van context te voorzien, maar niet te verplaatsen, ook niet naar een museum. In museum komt maar een bepaald soort publiek, inderdaad, een, een, een fragment van de samenleving, en op straat komt iedereen. En dan wordt iedereen ermee geconfronteerd. Maar dat is en, voor en sommige mensen heel pijnlijk, juist. Maar juist dat vind ik, kan een, een reden zijn om uh, vanuit de, de kennis van het verleden, standpunt in het heden in te nemen.